hebben veel spullen. Hoe is ze allemaal? Ja. Hallo! Stoppen. Welkom alweer bij een nieuwe video van mij. We gaan iets heel leuks doen. Tenminste, ik ga helemaal niks doen. We hebben hier 4 kindertjes, mijn zoontjes en een dochter. Ik geef ze allemaal 50 euro. En ze mogen uitzoeken wat ze willen. Ik heb in ieder geval wel echt onwijs veel honger. Dus ik wil sowieso dat jullie iets lekkers voor mij meenemen om op te eten samen met mama. En de rest mogen jullie doen wat jullie er zelf mee willen doen. Dus ik geef jullie allemaal 50 euro. Giovanni, Milana, Valentina, Chirac. Luciano natuurlijk. Je hebt je schoenen verkeerd aan. Nee. Nee, wat ga je halen dan? Ik weet niet. Action? Ja. Hij gaat schoenen halen waar staat links en rechts. hij is een beetje ziekjes, hij heeft een beetje last van zijn keel. Hij heeft de hele nacht heeft hij ons wakker gehouden, dus ik ben een beetje kapot. Maar dat maakt niet uit. En voor de laatste, Virginio. Dus jullie mogen doen wat je er met dat geld wil. De cameraman gaat met jullie mee. Ik zit zo meteen aan die tafel en dan moeten jullie het aan mij overhandigen. Dus ik en mama gaan de tafel dekken, want we hebben wel een beetje honger. Dus we willen sowieso iets eten hebben. Wat wil jij graag eten, lieverd? Ik laat me verrassen. Ja, toch? Mama. Oké. Okay. Ja? Wat zou jij halen met 50 euro? Laat even weten in de comments. Hè? Mag allemaal niet. Alles mag. Vandaag is jullie dag. Maar er is hier geen wifi. Kan je wifi doen? Maar er is hier geen wifi. Kan je de wifi doen? We zitten in de auto. Mijn auto heeft geen... Ja, maar... Ja, maar... Piano moet patat. Nee. Wil je bij de Action doen? Alle auto's kopen. Ja, veel. Ben je klaar voor? Ja. Ja, weet je wat je gedaan hebt? Nee. Kijk. En dan ga ik daarna nog voor mama. Ja, oh, die. Ja, deze voelt echt lekker. Het is echt lekker zacht, hè? Voel maar. Hey. Goed zo. Maar die heb ik niet nodig. Ik kan niks aan deze tenminste. Hey. Die panda, die blauwe. Ja. Ga je hem pakken? Nee. Nee? Moet ik hem pakken? Nee, moet ik een auto halen. Nee, die is ook mooi. Ja. Je weet de weg, denk ik wel. Komt die zo pas? Wil je de oes? Dat is een Lambo. Ja. Hoe is die? Hoe is ze allemaal? Ja. Allemaal. Ik wil helemaal dit. Hoe is ze allemaal? Ja. Die. Die Lambo? Is dat een Luciano? Ook die. Maar die heb je toch al? Nee, echt niet. Wel. Oké, dan heb je hem 2 keer. Een luchtje. Deze doe ik voor mama. Of een dolfijn. Dan zijn wij dolfijnen geweest. En dolfijnen kunnen beter zwemmen dan hun. Flamingo's zijn niet echt leuk. Deze is voor mama. Mama vindt die lekker. Er zit licht in. Die neem ik mee. Kan jij helpen? Ik doe mijn best. Was dat het? Ja. En het hele mandje zit bijna vol. Was dat het? Of wil je nog een rode bus? Rode bus. Kijk, wat. Dan leg je gewoon zo op de kast. Ja, dat is 4 euro. Ja. Dit is ook leuk. Ja, ik denk dat ik deze ook ga halen. Ja! Kijk, ja. Jij hebt wat. Oh ja. Daar naast je. Wat heb je? Naast je. Dan sta ik gewoon recht midden in de woonkamer. Heb je kaas? Ja. Ja, ik wil misschien deze. Maar ga ik niet halen. Maar ik wil misschien zo eentje. Een broek. Welke vind je mooier? Deze of deze? Ik zou die. Deze, hè? Ja. Kijk hoeveel spullen. Ja, zou ik het doen? Voor papa? Voor zijn werk?
Ja, deze hebben wij op school. Deze hebben wij op school. Deze hebben wij op school. Hallo, deze hebben wij op school. Ik heb nog echt weinig geld over. Het is niet 20 euro, maar 5 cent. Nou, daar haal ik eten van. Dat is gewoon sushi met komkommer erin. Wat is een sushi komkommer? Dankjewel. Ik ga het voor je maken. Ja. Heel goedkoop, gratis. Oké, we zijn snoep aan het scheppen voor Luciano en ondertussen gaat Virginia, wat ga je doen? Snoep scheppen. Niet alleen scheppen zo te zien. Dat hebben? Oké, okay, kom, gaan we afrekenen. Wat heb je gehaald, Virginia? Wat helpen? Het is kinder en het is een speciaal. Is dat alles? Ja. Ja? Niks meer? Kom maar. Assu. Oh, stop. Ja, hey, ho. Dankjewel. Voor papa en mama heb ik een patatje pinda en een frikandel speciaal. En voor mezelf heb ik dit gehaald, snoep. Ja, dus heb je wel betaald? Nee. Ja. Heb je wel betaald? Nee. Ja. Toppie. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Oh, sushi. Ja. Wat is er? Een beetje pinda, jullie mama. Oh, hey. Ben jij lekker? Ja, maar ja. Mama. Oh, heb ik die van jou gekregen? Ah, kus. Maar heb je dit met 50 euro gekocht? Ja. Ja? Is alle de rest is op? Ja. Oh, wat vet. Oh, wat leuk. Heb je die ook? Jeugdig. Mooi. Oh, die is heel mooi. Wat staat erop? Mama. Mama. Super lief, jongen. Dat was 15 euro. Ja. 15 euro. Ja, maar ik vind lekker. Oh, ik weet wel van wie jullie het meest houden. Nou, mijn chocola. Is die ook voor mij of voor jou? Jou. En voor mama. Voor mij? Oh, dat is heel lief. Wow, en wie is deze dan? Voor jou? En deze. Nog één? Ik heb er 5. Een Maserati. En een. Nog één? Een Urus van Enzo. Ja. Huh? En een Porsche. Hebben jullie dit allemaal voor jezelf gekocht? En ik krijg een beetje... Nee, ik heb deze maquette in. Ja, die is wel heel mooi. Die is wel mooi. Jij hebt een bord. Wat heb jij nog meer, Virginio? Ja, als je even hier naartoe komt lopen. Wat hebben jullie nog meer? Staat er buiten nog iets met een aanhanger? In huis staat het al. Het staat er in huis. Kijk, achter je. Laatste biertje. Wat dit? Een kopje. Nee. Ja. Maar dit was het? Ik zat in je gelukskoekje, lees maar op. Oh, zat in mijn gelukskoekje? Je hebt alle verwachtingen overtroffen. Heel toepasselijk. Oh, nog meer troep om troep te maken. Stiften. Nou, de muren zitten hier al onder. Moet je maar eens kijken hierop. We hebben bijvoorbeeld, kijk, daar hebben we de hele muur. Dat zit er nog. En dan hebben we hier op de gang. Lekker. Dat is Shano gedaan. Oh, het is al bijna weg. Maar... Hier is het nog een beetje op de... En nu dan? Ik ben benieuwd. Waar zijn de overgebleven centjes? Nee, ik heb helemaal niks meer. Ik heb echt niks meer. Oké, let op.
En dat is een voorbeeld aan alle kinderen. Koop nooit iets wat duurder is dan dat je bij hebt of uit kan geven. Want als jij 100 euro hebt, kan je maar iets van maximaal 20 euro uitgeven als je 100 euro hebt. Dan speel je op 7, je moet altijd geld overhouden. Nu ben je een paar keer tekort gekomen. Eigenlijk van de 4, 3 die tekort komen. En Virginia is hier wel het slimste geweest. Want die kan nu nog met dat geld iets anders doen. Giovanni is ook slim geweest. Die heeft fooi gegeven aan de leeuw. Fooi gegeven aan de leeuw? Hoeveel? Iets meer dan 4 euro of zo. En wat voor goed doel? De leeuw is nee. Ik heb ook een rekenmachine gekregen. Eindresultaat is dus... Batterij. 40 euro hebben ze over. En wie? Virginio. En wat ga je met die 40 euro doen? Dat ouder. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik weet niet wat er allemaal in die winkel is gebeurd. Ik ga hem ook terugkijken. Ik ben best wel benieuwd. Ik weet hoe mijn kinderen zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En vergeet niet te abonneren. We gaan even naar die 500.000 abonnees. Ciao!